namens alle vrijwilligers van de Boomtak heet ik iedereen hartelijk welkom op deze mooie open dag. En ik sta hier op een kist en die hebben we geleend van de nachtburgemeester van Tilburg. En daar staat op: breng je idee tot leven. En juist die spreuk die is heel erg van toepassing op in de Boomtak. Want het wijkcentrum is er voor iedereen. En iedereen die een idee heeft, kan dat hier tot leven brengen. Nou mensen, jullie moeten niet bang zijn, want ik leg hem stap voor stap uit. En ik weet zeker dat iedereen het kan. En daar word je alleen maar vrolijk van. Volksdansen is voor alles goed. Zwart die kan dadelijk dit gaan slaan. Wit doet nu deze truc. Zwart die moet nu deze gaan slaan. Want neerslag gaat voor. Zwart heeft een dam. Dit is een dam. Nou doet wit weer een truc. Die. Zwart die kan die slaan, maar die moet nu zo slaan. En nou kan wit 1, 2, 3, 4, 5. Dit is een dam. Nou, en zwart die kan nooit meer er voorbij komen. En wit doet dit. En zwart kan opgeven. De brief gaat eigenlijk over twee dingen. Eén is, hoe gaat de gemeente om met burgerinitiatieven? Want wij merken dat we als burgerinitiatief, hè, wat we hier doen in de Boomtak, dat we toch niet alle faciliterende medewerking krijgen van een gemeente. Terwijl je zou verwachten van, hè, je neemt de taak over van de gemeente. We zijn een voorbeeld voor de rest van Tilburg als het gaat om wijkcentra in zelfbeheer. Je zou verwachten dat de gemeente zou zeggen van, we geven dat een kans. En we laten de rest van de stad zien dat het op die manier kan zonder subsidie. Tweede ding is dat we toch merken dat de gemeente als verhuurder eigenlijk niet zo betrouwbaar is als zou moeten zijn. En dat gaat over het nakomen van verplichtingen, het nakomen van afspraken. Wij betalen netjes onze huur elke maand. Wij doen alle activiteiten die we gepland hebben. Maar we lopen tegen bureaucratische regels aan. Waarbij de ene kant van de gemeente zegt, Je hebt spullen nodig voor een horecavergunning. De andere kant van de gemeente die zaken moet aanleveren, die geven niet thuis. En kortom, wij zitten gesandwiched tussen die twee afdelingen. We hebben totaal op dit moment zo'n 25 vrijwilligers. En dan moet je rekenen de mensen achter de bar, de technische ondersteuning, schoonmaak, bestuur. Iedereen is hier vrijwilliger. Er is niemand die hier 1 cent verdient. Dus we doen het met z'n allen voor de gemeenschap. En daarmee neem je een taak over van de overheid. En dat is prima, hè? Meer verantwoordelijkheid bij burgers leggen. Maar je zou dan ook mogen verwachten dat de hele verantwoordelijkheid bij de burgers gelegd wordt. Want je ziet dat mensen ontzettend creatief worden. En dat komt ook omdat wij willen geen subsidie. Want wij denken dat als wij de ruimte krijgen om te bewijzen dat je op een andere manier een wijkcentrum kunt runnen, dat dat ook kan.